Is het een klein beetje moeilijk om genoeg vrijwilligers bij elkaar te krijgen? Ik moet eerlijk zeggen dat me het hier best wel meer viel. En dat ik er echt van stond te kijken wie dus allemaal zomaar te pas en te onpas kwam helpen. En dat viel mij hard mee nu in deze verbouwing. Wanneer zijn jullie begonnen? 6 weken terug. Dat is een beetje op die keel. 6-7 weken. Ja, we zijn een week of 6 terug begonnen met delen van de oude situatie weg te halen. En dus wat we toen al konden doen, zeg maar de wandenstukken, het sauswerk, het schilderwerk, daar zijn we al mee begonnen. Betekent dat jullie vanaf het begin voldoende mensen hebben meegekregen om jullie te helpen met het karwei? Ja, dat klopt. Ja, absoluut. We hebben best veel mensen gehad die kwamen helpen. En dat waren niet eens altijd schilders van oorsprong, maar ook gewoon mensen die dat wel kunnen, zeg maar. En dan kun je het ook doen in 6 weken? Krap aan hoor. Krap aan. Want je zit met die... ze werken allemaal. In avonduren. Alleen er zijn er 3-4. Ja, die lopen niet elke dag. Ja. Marcel Schoen, wat moet jij met een enorm tevreden gevoel op dit moment om je heen kijken? Absoluut. Als je dit ziet en als je ziet hoe hard de mensen gewerkt hebben. En als je hier dan staat en er zijn een mannetje of 100 zijn in de kantine om dit te vieren. Ja, dan ben ik gewoon ontzettend trots als interim voorzitter van Almelo. Ik sprak net met de bouwpastoors die zeggen we hebben het eigenlijk in 6 weken gedaan. Is dat niet heel erg snel? Ja, dat is inderdaad heel erg snel. Zijn er voldoende vrijwilligers geweest die jullie bouwpastoors hebben geholpen? Ja, ontzettend veel. Bijna alle teams die hebben gewoon geholpen. Mensen hebben gewoon vrijwillig opgeworpen om wat te doen. En we moesten mensen eerder afremmen van doen al een beetje rustig. Weet je, dat kunnen we nu nog niet gebruiken. Dan dat we echt mensen moesten gaan motiveren om wat te gaan doen. We zien op de muur dat jullie zijn opgericht in 1914. Het oude clubgebouw, wat dus nu verleden tijd is. Hoe lang heeft dat gefunctioneerd? De oude bar heeft gewoon 35 jaar trouwe dienst bewezen. Alleen met het clubgebouw ga je het natuurlijk niet redden. Maar het is wel een signaal wat we als bestuur zijnde willen afgeven naar de club toe. Waar wij denken waar het met SV Almelo naartoe moet. En wij willen ons gewoon echt focussen op een stukje gezelligheid en sportiviteit. Dat vinden wij gewoon erg belangrijk. Dus het zal niet het einde zijn. Er zijn daar weer mensen heel erg enthousiast om ook de rest van de kantine aan te pakken. Dus ik denk dat deze zomer zal de rest van de kantine ook aan de beurt komen. En wat voor dingen moeten het eerst weer worden aangepakt? Ja, een nieuwe vloer, wat nieuw meubilair, de wanden gewoon eventjes wat frisser maken. Gewoon weer een hele nieuwe frisse indeling maken. Het mooie weer komt eraan, een terras aan de buitenkant? Bijvoorbeeld, het terras aan de buitenkant, we hebben een nieuw straatwerk hebben we liggen. Dus dat hebben we al klaar en nu moeten we daar gewoon zorgen dat we wat moois op gaan krijgen. Je leden kunnen het hier fantastisch mee doen de komende 35 jaar. Nou ja, als ze het weer 35 jaar vol hebben gaan houden, dan hebben we het goed gedaan denk ik nu, absoluut. Marcel, ik wens je ontzettend veel succes in dit prachtige vernieuwde clubhuis. Dankjewel.